Mijn naam is Ivo Wiskerker, voor diegenen die mij nog niet kennen. Ik ben solution architect voor het Nederlandse datacenter en virtualisatieteam. Ik heb sinds een jaartje en een beetje ongeveer een verkoopfunctie. Ik zie mezelf niet echt als verkoper. Daar ben ik denk ik, er zitten geen verkopercollega's van mij in de zaal, dus ik kan het wel zeggen. Daar ben ik denk ik iets te eerlijk voor. Dat wil eigenlijk zeggen dat op het moment dat wij niet achter een stuk technologie sta, dan is het voor mij heel moeilijk om het te werken of heel moeilijk om inderdaad daar een strak gezicht te houden en een verhaal te doen. Sommige mensen kennen mij wel uit het verleden. Ik zit al 4,5 jaar bij Cisco en daarvoor 4,5 jaar bij VMware. Ik ben bij VMware in ieder geval vanaf het begin af aan, ik was nummer 4 in Nederland, dus ik heb een hoop gezien aan de virtualisatiekant in groei. Ik heb nu bij Cisco een hoop gezien in de groei van wat wij aan hardware technologie hebben. En de vraag daarnet van, ja, moeten we dan inderdaad, het is allemaal open, waarom moeten we dan specifiek kiezen voor een bepaald stuk hardware? Met de achtergrond, met de manier waarop ik tegen dit soort dingen aankijk, wij hebben gewoon een toegevoegde waarde. Dat zal elke vendor wel tegen je zeggen. Maar ik ga proberen om in ieder geval die toegevoegde waarde ook van UCS te laten zien. Dus voor mijn onderwerpen even een introductie over UCS. Ik zal proberen om enigszins, we hebben wat meer tijd dan dat we in de agenda eigenlijk hadden ingeruimd. Ik zal me even inhouden, want ik kan de hele dag praten over UCS. Maar als er vragen zijn over iets, het whiteboard zit een beetje ver weg, maar dan spring ik die kant op. En dan kan ik altijd nog wel dingen uitleggen. En dan loopt het wel uit. Dan loopt het zeker uit. Dus hou me weg bij de whiteboard markers, want dan gaat het mis. Een van de dingen die ik ook even eigenlijk toch wel de tijd voor wil nemen, is waarom wij dus inderdaad de referentiearchitectuur hebben gemaakt. En waarom hebben we nou die F-stack gemaakt? En waarom hebben we überhaupt de referentiearchitecturen? Het zal je niet verbazen dat dat voor ons ook heel belangrijk is, omdat niet alleen klanten daarom vragen. Maar dat dat bij ons ook een makkelijkere manier is om te verkopen. We blijven natuurlijk ook egoïstisch. En de achterliggende support die daarvoor nodig is om dat soort infrastructuren te kunnen ondersteunen, die weet ook wat ze krijgen. Ja, dus die kunnen zich daarop voorbereiden, die kunnen dus ook, die zeggen, oh, het is een F-stack, plaatje erbij en vervolgens kijken van, oké, dan had het zo en zo ingericht moeten zijn. En als er dan inderdaad een issue is, kunnen ze daar dus inderdaad de fouten uithalen in dat opzicht. En iets over de toekomstige ontwikkelingen. En de toekomstige ontwikkeling is eigenlijk in de toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot die referentiearchitectuur, maar ook met betrekking tot onze hardware. En wij blijven ook niet stilstaan. We maken ook hele snelle ontwikkelingen door op dit moment, wat eigenlijk voor Cisco heel bijzonder was. Toen ik bij Cisco kwam werken in 2009, was UCS net geïntroduceerd. En UCS had eigenlijk voor Cisco, niet alleen wat nieuwe technologie betreft, wijzigingen, maar het bracht ook een heel nieuw soort model voor Cisco naar de vloer. En dan letterlijk elke vloer die er zo'n beetje is. Dus voor verkoop werd dat anders, voor engineering werd het anders, zelfs voor onze fabrieken werd het anders. Ja, de switch technologieën die we hadden op dat moment maakten eigenlijk een relatief, ik zeg bewust relatief, lage ontwikkelingssnelheid door. Dus er werden nieuwe technologieën ontwikkeld, maar die implementeerden wij ook op nieuwe switches. En soms ook op bestaande switches. Maar de doorlooptijd van nieuwe ontwikkelingen, de lifecycles, die waren eigenlijk wat langer. En we zijn uiteindelijk in de x86 servermarkt gestapt. En dat is een hoog competitieve markt. En om daar inderdaad je hoofd boven het water te houden, dan moet je voor goede huizen komen. Om zomaar servers te gaan doen, want het meest gehoorde commentaar in het begin was eigenlijk zo van, nou, Cisco wil ook zo nodig servers gaan doen. Dat was mijn eerste reactie, moet ik heel eerlijk zeggen ook. Totdat ik een keer werd uitgenodigd en ook uiteindelijk in een project mocht spelen en in aanraking kwam met UCS. En trouwens, dit is toch wel substantieel anders dan wat de concurrenten tot dat moment deden. We zijn in die 4,5 jaar, bijna 5 jaar ondertussen dat we UCS hebben, zijn we eigenlijk enorm gegroeid. We zijn nummer 2 in de datacenterwereld voor blades wereldwijd, vanuit het niets. Dus dat is, en die status hebben we eigenlijk al vorig jaar bereikt. Het zal je niet verbazen dat een van onze grootste concurrenten daarin HP is. En HP eigenlijk nog wel een behoorlijk afstandje heeft ten opzichte van ons. En dat komt ook voornamelijk omdat hun portfolio veel groter is.
wat betreft de servermarkt. Er is een uitspraak gedaan door onze CEO en die heeft gezegd, ik wil dat gat sluiten. Hij heeft geen datum genoemd, maar waar het eigenlijk op neerkomt, hij wil toch inderdaad dat gat kleiner maken en echt behoorlijk veel kleiner maken. Dus we blijven inderdaad nieuwe innovaties toevoegen aan de manier waarop wij met X86-platform omgaan. Om even duidelijk te maken, waarom is nou het OpenStack verhaal voor ons zo interessant? Ja, waarom zitten wij hier? Waarom is nou, op het moment dat je ergens zoekt, waarom zitten we in de board? Waarom hebben we inderdaad met OpenStack veel te maken? En dat klinkt misschien heel raar, maar het is eigenlijk een stuk egoïsme. En het egoïsme komt voornamelijk uit het feit dat wij zelf intern natuurlijk ook een hele hoop diensten draaien. We hebben 70.000 medewerkers wereldwijd. Dat fluctueert nog wel eens. Vorig jaar 6.500 mensen de deur uitgezet. Die zitten er ondertussen in andere vorm weer bij. Maar goed, we zitten zo rond de 70.000 medewerkers wereldwijd. Dus ons IT-apparaat intern is ontzettend groot. Cisco IT is voor ons daarmee dus inderdaad een hele leuke speelomgeving eigenlijk. Zou je kunnen zeggen. Maar we runnen dat als een bedrijf. Het wordt echt als een bedrijf gezien. Het is een klant van ons. Wij verkopen ook letterlijk intern spullenboel aan die jongens. En het zou je ook niet verbazen dat ze zoveel mogelijk Cisco willen draaien. We hebben eigenlijk sinds 1,5-2 jaar draait dat helemaal Cisco only. Dus er was nog wat apparatuur die er stond van concurrenten. We hebben in het verleden bijvoorbeeld ook HP-machines gewoon ge-OEM'd. Een ander stickertje op en dat was het. Daar hangen er nog een aantal in ons, ik zeg rommelhok aan het begin. Dat is ons lab, dat wordt nog verbouwd. En nu langzaamaan draaien we dus 100% op Cisco UCS. En uiteraard Cisco Switching. En waarom is nou OpenStack in dat opzicht nou heel erg belangrijk voor ons? Ik weet niet wie van jullie Webex bijvoorbeeld kent. Ja, allemaal bekend. Webex draait met OpenStack. En zo simpel is het. Wij hadden toen we Webex acquisitie hebben gedaan, was het eigenlijk allemaal custom software. Het was allemaal aan elkaar geknoopt en het werkte, het functioneerde goed. Maar vervolgens wilden we schalen. Dat is interessant voor de verkoop. Hè. We wilden met de prijs naar beneden en we wilden het kunnen beheren. En wat was nou mooier dan inderdaad daar gewoon eens een keer een testomgeving voor te maken. Nou, die testomgeving was dusdanig succesvol dat we eigenlijk binnen een jaar tijd die hele spullenboel onder OpenStack hadden draaien. Wij doen op Webex, en ik heb daar een slide van, wij doen 2 miljard belminuten per maand wereldwijd met Webex. En dat wil zeggen dat we moeten kunnen schalen. We moeten omhoog, we moeten naar beneden. En wij hebben daar eigenlijk ook het besluit genomen, wij gaan OpenStack gebruiken en wij gaan daar onze eigen toevoegingen aan doen. En toen kwam uiteindelijk de huidige Chief of Technology in de board van OpenStack, Lou Tucker, die heeft dat project getrokken en die heeft uiteindelijk ook inderdaad gezegd van nou, het is wel heel interessant wat we doen, maar misschien is het wel eens leuk om wat dingen gaan terug te geven aan de community. Dus onze versie van OpenStack, we hadden uiteindelijk een eigen versie daarvan, die bestaat nog steeds. Waar videoservices aan toegevoegd waren en audioservices. En dat zijn ook allemaal onderdelen die geschreven zijn zeg maar in Python en die plakken we er allemaal aan. Dat zijn onderdelen die we niet verkopen. Die draaien echt gewoon in ons eigen beheer, want dat is proprietary software van ons. Maar we gebruiken het wel. Een ander idee eigenlijk achter het meer betrokken raken bij OpenStack is dat het voor ons ook een methode was om wat dichter bij de klanten te leren te gaan zitten op het gebied van de samenwerking. Want klanten willen inderdaad gewoon veel meer van ons weten. En willen ook inderdaad van ons in ieder geval het idee krijgen dat we open zijn. Nou, heel veel mensen die zullen niet meteen Cisco bovenaan hebben staan op het moment dat je het over open hebt. Maar als je kijkt naar de distributies die er nu zijn van Linux en je zou een gemiddelde distributie pakken, dan zitten daar duizenden regels code in de networking kant die gedoneerd zijn door Cisco. Wij helpen gewoon ook inderdaad de bedrijven, wij helpen ook inderdaad de Linux community zelf. Een hele hoop van onze eigen ontwikkelaars werken mee en een hele hoop van onze producten. En ik heb er hier 2 liggen. Hier draait uiteindelijk ook ergens Linux op. Een stukje management wat daar draait, dat draait Linux. En waarom doen we dat? Dat is voor ons namelijk gewoon, hoe simpel is het? Je kunt inderdaad allemaal gelicenseerde OS'en gaan gebruiken.
Maar voor ons was dat eigenlijk de methode. Daar doen wij ook dingen in, wij doen daar ook aanpassingen op. En die code geven we gewoon terug weer aan de community. Een van de belangrijkste dingen waar ik eigenlijk ook mee bezig ben en de club waar ik dan mee te maken heb binnen Cisco, is wij zijn eigenlijk toch wel heel erg bezig om ervoor te zorgen dat wij OpenStack goed geïntegreerd kunnen draaien met de hardware spullenboel die we hebben. Dus integratie vanuit OpenStack naar de functionaliteiten die wij kunnen leveren op netwerkgebied. Je hoeft het niet te gebruiken, er is een voordeel voor waarom we dat inderdaad maken, waarom we dat bouwen. En we willen dat allemaal ontsluiten richting de OpenStack software. Een van de dingen die we hebben gedaan is, we hebben meegewerkt aan een nieuwe network blueprint voor OpenStack. Dus hoe het er nu uitziet, hoe de OpenStack networking eruit ziet. Daar is heel veel van onze gedachten in gegaan. Er zijn heel veel sessies over geweest in feite. En dat is eigenlijk een doorlopend proces. Dus het helpt dat wij inderdaad iemand in de boord hebben zitten. Maar het is inderdaad een continu voorstellen, submitten zeg maar aan die community. En vervolgens wordt daar zeg maar uiteindelijk komt daar een blueprint uit die door iedereen gebruikt kan worden. En iets wat we hebben is, we hebben een plugin voor Neutron. En die plugin voor Neutron die is ook in ontwikkeling. We zijn nu bij de derde of de vierde iteratie daarvan. Waarbij we de functionaliteiten die wij op onze Nexus switcher laag kunnen aanbieden, dus ontsluiten richting Neutron. Dus je kunt daar dan inderdaad gebruik van maken. Als je Greenfield begint met een OpenStack omgeving, kun je eigenlijk alles wel gebruiken dat je hebt. Maar een hele hoop van onze klanten hebben geen Greenfield implementatie. Die hebben al een bestaand datacenter netwerk. Die hebben al misschien Cisco switches. Dus die willen inderdaad bepaalde functionaliteiten hebben. En vandaar dat we gezegd hebben, misschien moeten we ervoor zorgen dat we dat ook helemaal kunnen laten besturen vanuit OpenStack. Nou, dan kun je scripten en je kunt inderdaad het aan elkaar knopen. Maar laten we nou gewoon zo'n Nexus plugin maken voor Neutron. Dan sluiten we die functionaliteit zeg maar richting OpenStack. Om even aan te geven wat wij inderdaad doen, en dit zijn maar een paar dingen die we doen aan de open source kant. We werken inderdaad al mee aan de OpenStack code. We hebben recentelijk een acquisitie gedaan, Ironport. Ironport heeft in ieder geval een belangrijke rol in de open source community, en wij hebben het bedrijf eigenlijk zoals het stond en met de manier waarop zij met open source bezig waren gewoon zo gelaten zoals het is. Als een bedrijf van onze omvang een acquisitie doet, dan gebeurt er nog wel eens dat we, nou, halen we dat eruit en vervolgens. Bijvoorbeeld wat we in het verleden hebben gedaan met Flip, ik weet niet of jullie dat nog weten, cameraatje. Nou, die camera's, wij zijn niet goed in consumer elektronica, zo simpel is het. Cisco is gewoon goed in datacentermarkt, netwerkmarkt. En uiteindelijk hebben we uit de Flip-acquisitie hebben we ook iets overgehouden. En dat was die MPEG codec. En die is recentelijk open source gegooid. We hebben gewoon gezegd, het is leuk, we gebruiken hem, is prima. Maar we gooien hem gewoon inderdaad richting de open source markt. En laat hem daar maar verder ontwikkelen. Dus die hebben we vrijgegeven. We werken mee aan FreeBSD. Zoals ik al zei, we hebben inderdaad contributies gedaan richting de Linux community. OpenFlow, Jabber en het XMPP-protocol, dus voor chatten. Wij hebben dat uitgebreid en er zit voice en video aan vast. En dat doen wij aan Jabber. Onze Cisco Jabber heeft een functionaliteit, die heb ik hier ook op staan. Ik kan met collega's video bellen. Reciprocate is ook een leuk voorbeeld. Het SIP-protocol voor voice, daar heeft Cisco heel veel werk in gestoken. En om nou een beetje een industriestandaard te kiezen, want daar kom je op dat egoïstische stuk van dit verhaal. Als wij dit soort dingen namelijk de wereld inslingeren, bijvoorbeeld inderdaad ook het SIP-protocol, dan weten we tenminste zeker dat als een ander bedrijf datzelfde open source pakket gaat gebruiken, dat je in ieder geval iets van een standaard creëert. Nou, dus mensen pakken die software op en die zeggen, oh, dat is gaaf, dat hoef ik zelf niet meer te doen. En dan gaan ze daar een ander product mee ontwikkelen. En dan weten wij in ieder geval dat we daar ook mee kunnen koppelen, of in ieder geval de kans dat we daarmee kunnen koppelen is inderdaad echt substantieel groter geworden. En we hebben onze standaard inderdaad weer verder uitgebreid. Ja, nou, dat doen veel meer bedrijven. Het zou je ook niet verbazen dat bedrijven als een VMware dat dus ook doen. Ja, en dan sla ik het bruggetje weer even terug richting OpenStack. We hadden net de discussie van, nou, wie doet nou het meeste in de OpenStack community? En dat is inderdaad
een slijdende, het is een schuivende omgeving in feite. Het is stuivertje wisselen op het netwerkgebied tussen ons en de oude Nisira Club. En Nisira is gekocht door VMware. Dus als je al gaat kijken de hoeveelheid regels code die wij dan weer gesubmit hebben, dan heb je het over 17.000, 18.000 regels code. De ene maand is dat dan VMware weer een beetje meer, de andere moment zijn wij dat een beetje meer. Dus wij bepalen eigenlijk op dit moment wat er gebeurt op dat niveau. En dat is, nogmaals, ga ik weer terug naar die egoïsme. Dat is een stuk egoïsme van ons. Want we willen gewoon zeker weten dat er een standaard is. En dat wij daar ook mee samen kunnen werken. En dat we daar uiteindelijk inderdaad een stukje hardware mee kunnen verkopen. Ja, eigenlijk dat is een leuke bijkomstigheid. En dat zullen we uiteindelijk ook wel zien in de resultaten die we krijgen als we de cijfers weer binnen krijgen. Over UCS. Er werd net al gevraagd wie kent UCS. Wie weet dat wij überhaupt x86 servers hebben. Ja, dat zal ik hebben. Super. Als je gaat kijken naar, naar UCS als een platform. En ik ga eventjes mijn slides al zelf sneller vooruit gooien. Wij zijn begonnen met onze blade enclosures, met blade systemen. En onze blade systemen waren op een bepaald moment een aantal jaren die stonden al bij datacenters, we hadden wat ervaring opgedaan. En op een bepaald moment kregen we steeds vaker van klanten ook de vraag: ik wil eigenlijk helemaal geen blades, ik wil gewoon rack-mount servers. Nou, prima, voegen we aan onze portfolio op een rack-mount servers toe. En nu, na een aantal jaren, is de ontwikkeling van wat we daar geleerd hebben uiteindelijk ook inderdaad hier 100% geïmplementeerd. Dus we krijgen functionaliteiten die we in eerste instantie alleen maar met onze blades hadden, en daar kom ik echt in detail op terug, kunnen we uiteindelijk ook met onze rackmounts leveren. En de rackmount portfolio van ons groeit ook. We krijgen ook steeds meer servers. Tot recentelijk is er inderdaad nog een server toegevoegd waar 96 DIMMs in kunnen. Dus dat is erg leuk. Je kunt 3 terabyte aan geheugen in stoppen. Dat is erg grappig. Daar hebben we toepassingen voor, want anders hadden we het niet gemaakt. Alles wordt binnen Cisco ontwikkeld met uiteindelijk het doel dat we daar wel een business case hebben. Dus je zult ons portfolio naast een IBM of een Dell of een HP neerleggen, dan zul je zien dat wij veel minder servers hebben. Maar we kunnen wel het hele spectrum bedienen. Een onderdeel, en een belangrijk onderdeel eigenlijk van UCS als systeem, is dat wij daar zogenaamde Fabric Interconnects boven hebben staan. Dat zijn top-of-rack switches. En die top-of-rack switches hebben bij ons een specifieke functie. Die doen namelijk niet alleen een top-of-rack functionaliteit dat ze de eerste access laag zijn, maar ze hebben ook een stuk management erin zitten. Ik heb er hier een liggen. Dat management, dat gaat heel ver. En dat gaat zo ver dat ik daar zeker een stuk of 10 slides over heb. Alles wat je kunt managen aan een server wordt uiteindelijk naar dat top-of-rack gedeelte getrokken. Dus die Fabric Interconnect die kan straks alles gaan, alles gaan definiëren en configureren voor wat je met je servers die je daaronder hebt hangen kunt en moet gaan doen. Nou, we hebben daar uiteindelijk een stukje management software in zitten. Dat is een Java console. Cisco heeft een goede relatie met Java. Pakt soms wat beter uit dan de andere keer, maar in dit geval hebben we echt een volledige management applicatie die dus die functionaliteit aanbiedt. En het is een Java-applicatie, die draait in feite op de machine waar je je browser hebt geopend. En die maakt gebruik van een open API. Het is gewoon een XML-API en die bestaat al vanaf dag 1 dat we UCS hebben. En alles wat we met die manager doen en alles wat we kunnen definiëren en willen definiëren, kun je ook inderdaad met die API doen. En dat is een heel belangrijk bruggetje voor hetgene wat we hier vandaag bespreken als het aankomt op automation. Want ik wil alles kunnen automaten. Ik wil niet met zelf dingen kunnen knutselen op dat lage niveau. Kan wel, maar eigenlijk wil je dat, zeker in omgevingen die dynamisch zijn, wil je dat niet doen. Dan wil je dat eigenlijk zo centraal mogelijk realiseren. Nou, wat is nou zo bijzonder aan onze blade? Ik heb er eentje, deze is teruggekomen van een klant, dus die is een beetje stuk. Eigenlijk dit hele gedeelte, wat ik hier in mijn handen heb, is helemaal niet zo bijzonder. Vergeleken bij andere vendoren, er zitten wat CPU's in, ik heb een memorybank, ik heb wat lokale disks nog. Dit is een blade overigens. Maar waar het eigenlijk bijzonder wordt, is dat onderste stuk. En dat onderste stuk is voor ons, en ik heb hem hier liggen, ik heb hem nog even in de pak gelaten, maar dit is een netwerkkaart.
en zeggen van ja, goed, ik kan ook een netwerkkaart kopen bij de eerste de beste Michael. Wat is er nou zo bijzonder aan? Wij regelen alles wat we willen regelen, regelen we dus inderdaad op die mezzanine-kaart. En die mezzanine-kaart die kunnen we heel erg dynamisch configureren. En eigenlijk om even te kijken naar wat we dan maximaal kunnen, voor zo'n blade als dit kunnen we tot 80 gig gaan, 80 gigabit, zeg maar aan datastroom. En ik heb het over I.O. in totaal. Dus ik weet niet wie draait er hier zijn storage verkeer over Fiber Channel. Nou, wij stoppen in feite al het verkeer, inclusief Fiber Channel over Ethernet, over die kaart heen. En wij stoppen daar ook ons management overheen. We kunnen tot 80 gig gaan, dus we kunnen inderdaad wel verdelen. En je kunt zelf bepalen, oké, ik wil zoveel gebruiken daarvoor, ik wil dat gebruiken daarvoor. En wat is nog steeds is dat eigenlijk in mijn ogen niet bijzonder genoeg. Wat we nou doen eigenlijk is dat we die configuraties, die halen wij uit zogenaamde pools, policies en templates. En die pools, policies en templates, dat is voor UCS heel belangrijk. Dus alles wat je normaliter zou configureren op een server, worldwide portnames. Misschien wil je wel MAC-adressen en dergelijke kunnen wijzigen. Management IP-adressen, hoeveel interfaces dat ding heeft. Ja, dat moet je allemaal centraal kunnen configureren. Waarom doen we dat nou? Omdat wij willen dat eigenlijk in een software variant, in een soort ja, een blaadje, een configuratieblaadje, willen we dat kunnen oppakken en op een andere server neer kunnen leggen. Nou, we hebben ook nog opties, ik kom daar trouwens in detail nog even naar terug, maar wij hebben ook inderdaad de mogelijkheid om flash memory inderdaad op het bord te zetten. En er zijn voorbeelden van Fusion.io, is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van als je daar toepassingen voor hebt. Die kaarten die gaan tot 768 gig en die hebben dan 400.000 IOPS in één zo'n kaart. Dan zul je zeggen, wat moet ik daar nou in godsnaam mee? Dat is meer dan dat mijn storage array op dit moment bijvoorbeeld kan of doet. Om een voorbeeld te geven, wij hebben dat in onze eigen omgeving. Wij zijn een van de grootste Oracle klanten wereldwijd. Echt alles wat hier intern draait, is een beetje van Oracle database. En wij stoppen onze indexen van de database op die kaarten. Waardoor we eigenlijk gewoon anderhalf keer zoveel databases wel kwijt kunnen, in sommige gevallen, op zo'n machine. En dat scheelt je in licenties. Je gebruikt inderdaad die flashkaarten dan op dat moment echt gewoon puur om zo snel mogelijk te storen. Je zet het heel dichtbij. Ja, en hoe dichterbij het zit, je storage, hoe beter je dus inderdaad erbij kan. Maar dat komt wel tegen een prijs natuurlijk. Hè. Die kaarten zijn niet voor niks. Maar we hebben die mogelijkheid om dat te doen. Mocht er daar nog vragen over zijn, nee, dan hoor ik dat wel. Maar de makkelijkste uitleg is in feite, ik zet hier in de kamer zet ik mijn storage neer. Mijn storagekast, mijn kast. Als ik iets uit die kast nodig heb, dan ben ik, hoef ik hem uit de stoel te stappen, dan kan ik erbij. Ja, op het moment dat ik het heb over flash accelerators die in mijn netwerk zitten, dan is dat IKEA aan de andere kant van de parkeerplaats. En mijn storage array, even in verhouding zeg maar om hoe wij daarin zitten, mijn storage array staat in Utrecht. Ik heb al 2x5 banen richting Utrecht, maar ik moet wel naar Utrecht en terug. Ja, dus dat is een beetje, je kunt dat daar doen, maar dat zal je inderdaad in performance uiteindelijk op je omgeving parten spelen. Dat is de reden dat we dit erin hebben zitten. Als we nou even kijken naar de manier waarop wij met dit soort met ons netwerk omgaan, hè, qua UCS. We hebben onze top-of-rack switches, we hebben inderdaad onze blades, we hebben onze rackmounts. Wij kunnen een aantal technologieën aanbieden. En ik denk dat dat de makkelijkste manier is om uit te leggen waarom is dit nou interessant? Waarom is nou die UCS-systeem interessant? Het is slecht te lezen, denk ik, maar wij hebben zogenaamde technologieën waarbij we verder dieper in kunnen grijpen op wat daar opdraait. We kunnen zo'n machine gebruiken door puur een ontsluiting te maken richting rackservers. We kunnen puur een ontsluiting doen richting onze blades. Maar wat we ook kunnen doen, wij kunnen hier de virtuele definities maken van wat mijn VM's aan interfaces krijgen. Dat wil zeggen, ik weet niet wie van jullie bijvoorbeeld VMware draait op dit moment. Ja? Je hebt de Direct I.O. van VMware, waarbij je een netwerkkaart kunt gebruiken. En als dat een 10 gig netwerkkaart is, kun je 10 gig aan één enkele VM geven. Nou, die 10 gig die je aan één enkele VM geeft, is hartstikke leuk. Maar die VM die gaat nooit meer weg van die machine, want die zit knetterhard gekoppeld aan die fysieke interface.
Wij hebben daar een technologie voor ontwikkeld en die heet, dus we hebben AdapterFlex en VMFlex. En VMFlex is een goed voorbeeld waarbij we wel kunnen vMotion, dus we kunnen wel een migratie doen. En ik geef specifiek het voorbeeld van VMware even. Vanwege dat vMotion verhaal, maar dat geldt ook voor KVM met Live Migrations. Wij kunnen ook VMFlex voor KVM doen, wij kunnen het ook voor Hyper-V doen. Dus je geeft een 10 gig, en dat is een virtuele 10 gig. Die geef je uiteindelijk inderdaad aan het VM. En hij blijft inderdaad de mogelijkheid hebben om te migreren van de ene naar de andere kant. En dat is een van de technologieën die we dus bieden om in ieder geval die throughput te krijgen naar zo'n VM. In het begin jaren met virtualisatie, dan kon je niet alles virtualiseren. Dat ging gewoon niet, want ja, performance was een issue, memory was misschien een issue. En netwerk was zeker een issue. Nou, dat is dus nu geen issue meer, want je kunt toch inderdaad die workloads laten landen. En als het dan aankomt op hoeveel bandbreedte we hebben, we kunnen inderdaad, net zoals ik zeg, we kunnen heel ver gaan en daar hebben we verschillende varianten van netwerkcomponenten van. Die UCS Manager is voor ons, om hem te beheren, zien wij als een element manager. Dat wil zeggen, ik heb hem hier in een switch zitten en normaal heb ik deze jongens natuurlijk altijd in tweevoud. Maar hij weegt ongeveer 17 kilo, dus ik had geen zin om er nog één mee te nemen. Dat draait eigenlijk alleen maar op één zo'n ding. Nou, ik heb hier maar een beperkt aantal poorten. Ja, en wij hebben maar een beperkte hoeveelheid systemen getest. Dat is in het kort opgetrokken naar 240, dus ik kan 240 servers hieronder hangen, fysiek. En dan houdt het op, moet ik weer een tweede stapel er neerzetten en dan moet ik er weer 240 onder zetten. Nou, dat is voor de meeste omgevingen is één zo'n set wel voldoende. Als je het over MKB hebt of als je het over enkele omgevingen hebt, ga je groter groeien, dan zul je uiteindelijk je management een laag hoger moeten trekken. Nou, UCS Manager geeft een overzicht van die maximaal 240 servers hieronder, met alle configuratie die daarbij hoort. En wij kunnen uiteraard ook inderdaad daar de API's hier van gebruiken, dus je kunt ook je management een laag hoger leggen. Wij hebben managementproducten, maar omdat het open API's zijn, kunnen we dat ook inderdaad neerleggen in onderdelen die gemanaged worden, of die een omgeving managen, bijvoorbeeld in de situatie van OpenStack. Wij kunnen delen van die functionaliteit dus inderdaad ook richting de OpenStack laag leveren. Een van de dingen die heel interessant is als je het hebt over UCS, is het feit dat ik gaf het er net al aan, ik heb een blaadje waarop staat, een definitie waarop staat wat die server is, doet en kan. Ik kan de hardware niet wijzigen, dat is helaas nog niet het geval, maar ik kan inderdaad wel de vergelijking trekken, bijvoorbeeld met een simkaart, ik heb daar even een sterretje bij gezet. Stel je voor, ik heb mijn telefoon en mijn telefoon valt kapot, dat is bij mij inderdaad vorige week gebeurd. Nou, moet je nu je telefoon halen. Ik heb op dit moment geen iPhone, maar ik heb een Android telefoon. Het enige wat ik nodig heb is mijn Google ID en mijn simkaart. En vervolgens stop ik mijn simkaart in een nieuwe telefoon. En dat kan een heel andere telefoon zijn. Een meer geheugen, een groter scherm. Maar ik hoef alleen maar mijn Google ID in te vullen en mijn simkaart erin te stoppen. En mijn identiteit van mijn telefoon is over op de andere machine. En als ik nou echt wil gaan knutselen, kan ik zelfs een kloon maken van mijn simkaart. En dan heb ik vervolgens een ander probleem, maar dat kan wel. Ja, dus ik heb hem... mijn configuratie eigenlijk heel erg vloeibaar gemaakt. Nou, datzelfde doen wij met een serviceprofiel voor zo'n machine. En zo'n server als dit, ja, nou, hij heeft een beetje geheugen, hij heeft wat CPU. Maar de MAC-adressen, de management dingen daarvan, de quality service die we willen hebben. En hoeveel interfaces, en daarom heb ik inderdaad die kaart even meegenomen. Wij hebben aan de achterkant hebben wij wel maximaal 8 keer 10 gig. Maar wij aan de binnenkant, richting het OS, kunnen wij door wat trucjes uit te halen met de PCI bus, kunnen wij tot 116 interfaces definiëren voor één enkel OS. Ik zeg tot, je kunt er ook gewoon één definiëren. En dat kunnen VNICs zijn, virtuele NICs, die voor het OS eruit zien als een gewone netwerkkaart, of een HBA. Dus het kan een standaard HBA zijn. En ik kan daarachter ook mijn configuraties weer maken. Dus voor die interfaces kan ik definiëren welk netwerk mag die bij. Welke VLANs, wat voor quality service moet ik doen, mag daar het MAC-adres van gewijzigd worden. En waarom geef ik nou die MAC-adressen zelf uit aan die interfaces die ik definieer? Omdat ik namelijk dat serviceprofiel op elke server die ik maar heb inderdaad in mijn netwerk wil kunnen laten landen.
Als die server kapot gaat, trek ik hem eruit en dan stop ik er een nieuwe in, klaar. Dus ik maak een abstractielaag eigenlijk voor mijn fysieke datacenter management. En om een voorbeeld te geven, wij hebben hier, ons lab is een slecht voorbeeld. In sommige opzichten wel, maar wij hebben bij Cisco IT hebben wij letterlijk lights out datacenters. Daar komt gewoon in weken geen mens. Want wij kunnen die definities gewoon wisselen. En als we een keer inderdaad een nieuwe server nodig hebben, dan bellen we dus inderdaad een faciliteitspartner en zeggen we, joh, moet je luisteren. Er moet daar en daar een nieuwe server in, of je moet die even vervangen, of je moet dat wisselen. Dat is een voorbeeld. Een ander voorbeeld zou kunnen zijn, ik kan ook inderdaad één zo'n definitie maken voor een Red Hat server. En ik zal dat laten zien straks. En die kan ik ook gewoon klonen. Ik kan hem gewoon tig keer uitrollen. En ik zorg ervoor dat ook mijn MAC-adressen dan inderdaad niet allemaal gelijk zijn. Maar ik heb wel inderdaad overal dezelfde interface definities, ik heb wel overal dezelfde VLAN definities, ik heb wel overal dezelfde kwalitatief server staan. Dus ik hoef dat niet eens meer te doen. Dus dat scheelt mij in de uitroltijd van fysieke hardware heel veel tijd en heel veel geld. En dit is dan een voorbeeld, zeg maar. Wij hebben in die omgeving, in het serviceprofiel, kunnen we, en er staat hier zo mooi, tot 9000 objecten. Wij kunnen inderdaad tot ongeveer, nee, ik weet niet wie dat heeft lopen tellen, maar wij kunnen heel veel aanpassen. MAC-adressen, VLANs, quality servers, worldwide number, portnames, VSANs, virtualisatietechnologie van ons voor storage area networks. En één heel belangrijk ding, en ik hoop dat jullie hem zien. Ik kan mijn firmware definities meenemen met mijn serviceprofiel. En ik heb, voordat ik bij Cisco kwam werken, heb ik ook best wel een aantal projecten gedaan waarbij we hele omgevingen, grote omgevingen uit moesten rollen met virtualisatie. En dan moest er vervolgens een hardware update komen, of een firmware update komen voor de hardware omgeving. En dan was ik 3-4 weken aan het plannen om wekenlang achter elkaar, elke keer in het service window, machines uit, maintenance mode, update, weer verder. En uiteindelijk konden we het ook wel enigszins scripten. Maar in dit geval, ik verhuis hem gewoon mee met dat serviceprofiel. Dus als ik mijn serviceprofiel voor een Red Hat 6.5 zou neerzetten en we hebben onze compatibility list en bekijken, we adviseren die en die firmware te gebruiken. En ik heb nog ergens een Red Hat 4 draaien, ja. Ik heb daar een andere firmware nodig. Dan kan ik die gewoon mee laten verhuizen met dat serviceprofiel. Maar ook het upgrade wordt een stuk makkelijker, want ik kan gewoon die policy die hiervoor staat, die kan ik aanpassen. Ik kan gewoon zeggen van nou, voor mijn policy voor een RHEL 6.5 pak ik inderdaad gewoon een nieuwe firmware revisie. En dan zegt het systeem op mijn account, oh, wacht even, ik heb daar, ik noem maar wat, 100 servers. En die moeten allemaal een firmware upgrade hebben. Nou, firmware upgrades hebben, dat zal je niet verbazen, maar die hebben inderdaad reboots nodig. En je moet in ieder geval ergens een keer wisselen. En ik kan ervoor zorgen dat ik dan een hele waslijst voor die 100 servers heb ik aan wachtende taken. En die taken zijn inderdaad reboot. En we herkennen tegenwoordig warme reboots van die servers. En dat wil zeggen dat als ik zeg oké, ga je gang maar. En ik zorg ervoor dat aan de voorkant van mijn OS management iemand, en dat, nogmaals, dat kan ook weer allemaal geïntegreerd worden. Zorg dat iemand inderdaad dat weet. En die zegt van oké, dan ga ik gewoon stapsgewijs mijn omgeving rebooten. En wat we dan doen, dan pakken we inderdaad ergens bij die warme reboot, pakken we vervolgens zeg maar dat signaal op. Want de BIOS geeft dat door aan het management, en het management draait dat hierin. En die zegt, ik ga even geen warme reboot doen, ik doe even tussendoor stiekem een koude reboot. Dus ze knetterhard inderdaad dat OS rebooten, dan draaien wij op het eigen OS'je. Dat is ook Linux, dat is gewoon weer een saillant detail. En daar doen we onze firmware updates, eventueel andere wijzigingen die nog open stonden. En vervolgens reboot die en komt die terug inderdaad in mijn Red Hat installatie. En dat geldt ook voor andere OS'en. En dan heb ik de firmware update gedaan. En dat is alles wat we moeten doen. En het zal je dus ook niet verbazen dat Cisco IT heeft maar verhoudingsgewijs heel weinig mensen om onze omgeving te beheren. Hoeveel? Nou, wij draaien in productie zo tegen de 30.000-35.000 VM's voor alles wat we hebben draaien. En wij doen het beheer in Europa volgens mij met minder dan 15 mensen. En die zijn niet eens allemaal aan het werk tegelijkertijd. Er zitten wat part-timers bij.
In de US zijn dat er iets meer, omdat daar de meeste services draaien. Maar het zit inderdaad wereldwijd op zo'n een man of 30, 40, waar wij alles mee beheren. En dat is inclusief het datacenter management van dat stuk. En wij besteden uiteraard daar ook wel het fysieke hardware management, dus het verwisselen van blades en dergelijke, dat doen die jongens niet zelf. Dat zijn natuurlijk wel... veel reiskosten. Ja, precies. Nou, die automation, zeg maar, waar ik het nu over had, hè, het automatisch zetten en wijzigen van dat soort dingen, dat zit in het product zelf. Dus daar hebben we eigenlijk niks, geen software of wat dan ook voor nodig. Dat zit goed, dat komt gewoon met UCS mee. En ik kan mijn storage subject matter expert en mijn server subject matter expert, mijn network subject matter expert, kan ik laten inloggen op het systeem. En ik kan ze de definities laten maken, de policies, ik kan ze de VLAN-definities laten maken. En vervolgens, dat zet ik in een zogenaamde template. Nou, die templates die rol ik uit naar meerdere serviceprofielen en die komen uiteindelijk op de hardware terecht. Nou, nog een beetje een verhaal over, eigenlijk is het een herhaling van zetten, maar waar het in feite op neerkomt is dat wij, we kunnen eigenlijk al vanuit het systeem virtuele resource pools maken. Zet je met fysieke servers, zet je met definities, die we dan vervolgens of door de API of inderdaad met de interface uiteindelijk op de infrastructuur laten landen. Een leuk voorbeeld is, ik heb daar zelf aan meegewerkt, er was een klant in Londen en die wilde eigenlijk s'nachts, die hadden een project en die moesten Oracle draaien, eigenlijk om alleen maar wat maintenance te doen. Maintenance in de zin van, er moesten heel veel berekeningen plaatsvinden, zeg maar, op een bestaande database. Zij wilden hun cluster kunnen uitbreiden en ze hadden geen zin om nieuwe hardware aan te schaffen. Maar s'nachts stond een groot gedeelte van hun virtualisatieomgeving niks te doen. Die stond gewoon te wachten tot de volgende ochtend weer eens iemand wat deed. Dus toen begon er een project, en dat was een VMware-omgeving, maar toen begon er een project waarbij ze zeiden van nou, we willen eigenlijk die servers s'nachts wel uit gaan zetten. Maar dat uitzetten van die servers, dat levert zo weinig geld op. Toen zei iemand zo van ja, maar wij hebben hier een project om er nog een stuk of 40 aan te schaffen. Dat is toch gewoon onzin, hoeveel gaan jullie er uitzetten? Nou, we gaan zeker 50 servers uitzetten s'nachts. Dus dat hebben we toen gedaan, hebben we een stukje automation ervoor gezet, waarbij we s'nachts, s'avonds laat, gingen die machines allemaal uit. En werd een serviceprofiel gewisseld naar een Oracle serviceprofiel. En dat stond te wijzen op de storage arrays naar bootloads waar dan Oracle iemand stond te draaien. En uiteindelijk boeten die servers s'nachts op. Die stonden een uur of 5-6 te stampen. En dan ging net onder de ochtend, gingen die dingen vanzelf weer uit. Dat werd door dat pakket wat wij inderdaad in elkaar gezet hadden, werd dat herkend. En draaiden we de serviceprofielen weer om. En dan stonden ze s'ochtends vroeg hier in binnenkomen, stonden ze weer keurig virtualisatie te draaien. En de hoeveelheid geld die daarmee bespaard is, die is uiteindelijk natuurlijk voor een gedeelte gaan zitten in het ontwikkelen van dat stukje automation. Maar het geeft een beetje aan wat de kracht is, zeg maar, met wat wij kunnen met dat soort dingen. En dat noemen wij dus in dit geval stateless computing. Je bent los van de hardware. Je kunt nog steeds inderdaad kiezen om dingen knetterhard vast te zetten, want je zult misschien voor de oplettende kijkers onder jullie, er zitten nog wel twee harde schijven in. En die twee harde schijven kun je inderdaad ook nog gebruiken. Hier kun je ook gewoon je OS op installeren. Ja, dan ben je dus je stateless kwijt. Tenzij je een automatische deployment doet van iets, waarbij je hier automatisch je OS weer opzet en zorgt dat hij in de omgeving zit. Want een van de dingen die we ook doen, is op het moment dat je dat serviceprofiel eraf haalt, je doet de zogenaamde de-associate, dan heb je de mogelijkheid om te zeggen, ik wil de BIOS settings weer terug op nul, en ik wil de disk gescrupt hebben. Dus dan doet hij letterlijk een wipe van de disks die erop staan. Om te voorkomen dat of de data erachter blijft, of om te voorkomen dat iemand anders dan vervolgens die met jouw OS gaat zitten knutselen. Iets wat echt reëel is in het geval van ons testlab hier en ons testlab in North Carolina. Waar wij ook een aantal dingen hebben draaien en waar ik zeker niet bij kan. Althans niet fysiek. Nou, die serviceprofielen hebben we het over gehad. Mooie animatie, daar heeft iemand heel veel tijd aan gehad. Hier gaan we ook eventjes... Belangrijk aan wat ik hier wil laten zien is dat we dat namelijk niet alleen met onze blades doen, maar we kunnen dat ook met de rack mount servers. Onze rack mount servers hebben twee modus operandus,
om het zo mooi te zeggen. Op het moment dat zo'n rack mount server merkt dat hij onder een fabric interconnect hangt, dus je koppelt hem uiteindelijk fysiek onder een fabric interconnect, dan gaat hij bij de eerste boot, zegt hij, wacht even, ik zit onder een fabric interconnect, ik ga in zogenaamde UCSM modus draaien. Dat wil zeggen dat hij al het management geeft hij naar boven af. Ik kan nog wel de BIOS openen als ik dat wil, maar hij geeft al het management richting de fabric interconnect. Dus mijn KVM-console en mijn hele configuratie gaat gewoon echt naar boven, naar mijn top-of-rack switch. Als hij dat niet ziet, dus hij zit gewoon aan een standaard netwerk vast, dan gaat hij gewoon in standalone modus draaien. Dus in standalone modus, dan is het gewoon, net zoals elke andere pizzadoos die we hebben, dan is het gewoon een normale server geworden. Om nou wat meer van deze functionaliteit, in ieder geval de configureerbaarheid, ook weer terug te laten komen. Je kunt het individueel per server wel configureren, maar je hebt geen pools, je hebt geen policies, je hebt geen templates. Dus die functionaliteit verlies je op het moment dat je hem inderdaad standalone in een rack zou hebben. Maar, niks is voor niks in deze wereld. Deze jongens kosten natuurlijk ook geld. Dus we hebben ook, als het aankomt op het design wat we hebben gedaan voor de F-Stack, hebben we eigenlijk twee varianten bedacht. En we hebben hier nu een variant draaien waarbij we wel fabric interconnects gebruiken en we hebben een variant waarbij we dat niet gebruiken. Alleen je verliest een hoop functionaliteit, althans in mijn oogpunt verlies je een hoop functionaliteit, die je anderwijs zou moeten scripten of op een andere manier zou moeten kunnen aanbieden. En dat kost je gewoon aan de operationele kant veel tijd en veel geld. Zijn er vragen tot dusver? Want, nee, nog niet? Nou, een van de dingen die we ook leuk vinden om te laten zien, en ik heb het er wel even bij gezet, is het is niet zomaar dat we zeiden van nou we bouwen wel iets en we zien wel waar we eindigen in de markt. We hebben ongeveer 70 records wat betreft benchmarks. En als het aankomt op de hoeveelheid die we hebben, dan is dit, het is een typisch Amerikaanse slide, maar ik wilde hem er toch tussen geven. We hebben inderdaad aan de cloud computing kant erbij spreken ook 8 verschillende benchmarks. Wil je echt die benchmarks weten, spec-ins en dat soort dingen, dan moet je straks even aanschieten en dan geef ik je de links wel, want we hebben daar een specifieke pagina voor. Nou, even, dan gaan we heel flauw doen, en dit moet ik even doen, maar dat vind ik wel leuk om te laten zien. Op het moment dat ik nou ga vergelijken met een bestaande Blade-architectuur en wat wij hebben, dan komt het eigenlijk neer op een paar dingen. Op het moment dat je het nou aan elkaar gaat vergelijken, 16 blades in de zogenaamde legacy infrastructuur, dan heb ik in totaal al 4 managementpunten. Ik moet dingen gaan configureren, ik moet mijn intra-chassis switches moet ik gaan configureren, ik moet mijn modules, mijn chassis moet ik gaan configureren. Bij ons zit je eigenlijk aan 1 managementpunt. Je hebt alleen die UCS manager te gebruiken. Gaan we nou eens even een beetje groter? Dan heb ik 16 managementpunten als ik naar 64 blades ga. En in ons geval, we blijven bij 1. Daarom zeg ik, het is flauw, maar het is wel goed om aan te geven. Dat de hoeveelheid dingen die je moet configureren, de verschillende onderdelen die we hebben, die komen allemaal terug in dat centrale managementdeel. Nou, nog een plaatje om hetzelfde eigenlijk te laten zien. Aan onze kant, wij maken eigenlijk van één zo'n chassis, maken we eigenlijk één logisch. Er is ook wel één zo'n rack vol met servers, in dit geval staan er nog 160, maar het is tegenwoordig 240. Dat is geen technische beperking, dat is een testbeperking. Als wij systemen uitrollen, worden die altijd onderworpen aan toch wel een redelijk extreme test. En dat gaat van simpele configuratietest tot aan proberen maar kapot te krijgen. Ook aan de fysieke kant, min 40, en dan stopt een server in een datacenter waar min 40 eruit kijkt dat die kapot gaat. Plus 50 graden, dat soort zaken wordt ook getest. En het maximaal aantal servers dat we aan kunnen, dat is nu opgetrokken naar 240. En dat is omdat we tot 240 getest hebben. En dat wij garanderen dat als je de 240 gaat neerzetten, dat het ook echt blijft functioneren. Als je kijkt naar onze infrastructuur, hoe we dat dan aan elkaar knopen. We hebben dan 2 van die fabric interconnects hebben we zitten. En dan heb ik een chassis, in dit geval gebruik ik een chassis. En dan doe ik 2 kabels. Die heb ik niet nodig.
eigenlijk heb ik maar één kabel nodig, maar ik wil wel redundantie. Dus ik heb achterin mijn chassis heb ik nog twee fabric extenders zitten. Dat zijn eigenlijk verdeelsloffen, intelligente verdeelsloffen. En ik heb daar 20 gig in zitten. Daarna kan ik alles doen met het chassis wat er is. Ik hoef voor functionaliteit geen kabels bij te prikken. Wij bekabelen eigenlijk alleen maar voor bandbreedte. Dus heb je extra bandbreedte nodig, dan stop je de kabel bij. Heb je nog meer bandbreedte nodig, stop je er nog meer kabels bij. Ga je helemaal extreem, dan stop je er nog meer kabels bij. Maar er verandert in feite niks aan mijn configuraties. Dus ik kan, wat wij heel vaak doen bijvoorbeeld aan de Cisco Advanced Services kant, als wij een omgeving klaarmaken voor een uitrol bij een klant, dan doen wij dat in een lab gewoon met twee kabels. Bedrijven als VCE bijvoorbeeld, die doen dat dus ook. Die bouwen dat gewoon op en die bekabelen dus niet 100%, want die moet toch allemaal weer afgebroken worden, verscheept worden en weer terug opgebouwd worden bij de klant. Dus zij bouwen 9-10 keer bouwen zij gewoon met maar een beperkt aantal kabels en dan zijn ze klaar. En uiteindelijk ziet het er dan zo uit. Dit is alles wat we nodig hebben om 80 gig naar 1 chassis te krijgen. En dit is een foto van het oude Cisco IT, Cisco IT omgeving. Dit was nog beperkt vanwege de stroom per kast. We zitten tegenwoordig, hebben we 50 uur kasten en zitten er 6 chassis in. Steeds wakker allemaal. Nou, om even dat verhaal van die policies en templates uit te leggen. Ik begin bijvoorbeeld met het definiëren van een machine. En ik zeg, ik wil een machine hebben, of meerdere machines hebben, waarbij ik twee interfaces heb. Twee netwerk interfaces en ik wil twee HBA's hebben. Tegenwoordig zien we dat steeds minder, want de hele industrie gaat naar IP-based storage. Maar laten we nou zeggen dat we dat willen gaan definiëren. Dan maak ik daar templates voor. En waarom maak ik nou templates voor mijn Phoenix? Omdat ik die ook vaker wil gebruiken. Ik wil misschien andere templates weer maken die ook weer daar gebruik van maken. Vervolgens maak ik een pool van MAC-adressen. En ik heb hier een voorbeeld gekozen waarbij ik eigenlijk twee kanten beschrijf. Dus ik heb een pool voor A en een pool voor B. Oh, hij pakt een whiteboard marker. Ik heb bijvoorbeeld mijn ene fabric interconnect en ik heb mijn andere fabric interconnect. En waarom wil ik nou een pool voor A en een pool voor B? Nou, even simpel gezegd, ik heb hier één kant aan zitten en ik heb hier een andere kant aan zitten. Als ik wil gaan troubleshooten, wil ik ook weten van welke interface dat in komt. Dus het liefste kies ik pool A en pool B. Waarom doen we dat? Omdat je dan... Wij definiëren in feite onze MAC-adressen. Je kunt hem helemaal zelf definiëren, maar we beginnen het liefst altijd met 025B5. Het is een Cisco range in MAC-adressen. Ik mag hier van alles van maken, ik mag dit veranderen. Ik mag hier bijvoorbeeld AA van maken. Maar je moet je wel even zorgen dat je dat in ieder geval gecheckt hebt als je iets bijzonders verzint. Dat nu inderdaad in de range zit van de bestaande omgeving. Vandaar dat we zeggen, blijf gewoon lekker in Cisco range. En dan definieer ik een pool waarbij ik bij wijze van spreken hier een A inzet. En dan die andere twee die ik overhoud, deze laat ik gewoon oplopen. Dus als ik op mijn, als ik heb hierboven bij wijze van spreken twee switches zitten, en die zitten zo keurig inderdaad crosslink aangesloten, betekent even enkele dingen, en ik vind in het MAC-adres tabel hier ergens een MAC-adres, en daar staat een A in, dan weet ik dat die er zo is gekomen. Dus het is een stukje troubleshooting verhaal waarom we dat eigenlijk op die manier doen. Je staat helemaal vrij om daar één grote pool van te maken. Die klanten hebben wij ook en die zeggen van nou, ik maak gewoon 5000 MAC-adressen en ik zie wel. En trek gewoon alles uit één enkele pool. Maar ik heb ook gewoon VLAN-definities. Dus ik wil definiëren welke VLAN's kan ik bij en welke kan ik gebruiken. Dus die zet ik ook in die templates. En een voorbeeld daarvan zou bijvoorbeeld kunnen zijn, ik wil twee interfaces definiëren waar alleen maar mijn managementverkeer overheen kan gaan. Dus ik heb een blade. Zo'n blade als dat er daar ligt. En ik heb daar aan de achterkant, want dat hadden we gezegd, had ik, laten we zeggen dat we maar 2x10 gig hebben. Dus ik heb 2x10 gig. En ik heb hier een hele hoop definities van interfaces gemaakt. En ik maak een definitie, die definitie A en B. Waarom doe ik dat nou? Wij werken altijd met, dit is dan fabric A en dit is fabric B. We werken altijd met een A en een B kant. Die zijn alle twee active, altijd. En ik definieer bijvoorbeeld dat deze interface per se over A moet.
en dat die interface per se over D moet. Dan zou dit bij wijze van spreken mijn managementadres kunnen zijn, mijn managementnetwerk. Dan definieer ik dat alleen maar mijn VLAN voor management opzet. En dan kan ik zelf kiezen of ik hem aflever als VLAN tag, zeg maar, AV2NQ mooi afgeleverd, of ik lever hem native af. Dus dan heeft het OS eigenlijk helemaal geen notie van het feit dat hij een VLAN afgeleverd krijgt. Nou, als je met HBA's aan de slag gaat, moet je daar natuurlijk ook je worldwide port names definiëren. Die verhuizen dus ook mee. En dat is een hele belangrijke, want heb ik dus een machine die ergens een bootrun heeft staan op een storage array, dan wil ik er wel voor zorgen dat dat mee verhuist met dat serviceprofiel. Nou, een andere belangrijke eigenlijk in dit geval is dat ik mijn quality service kan zetten. Want wij gebruiken in onze... Ik ga maar gaan heen en weer wandelen. Ik heb alleen geen... Ik heb mijn vieze vingers, denk ik. Wij doen, zoals ik al eerder zei, al het verkeer over deze kabels. Dus hier gaat ons interne management gaat hier overheen. Hier gaat gewoon internet overheen. Maar hier gaat ook mijn storageverkeer overheen. En dat is mijn fiber channel storage. Dus ik wil daar wel, en in ons geval doen we dat fiber channel over ethernet. En waarom doen wij daar nou fiber channel over ethernet? Omdat dit 10 gig is. En die 10 gig kabels, op het moment dat je dat op gaat splitsen, je gaat het opsplitsen specifieke fiber channel verbindingen en specifieke netwerkverbindingen, dan ben je duur uit. Want je moet in feite heb je twee technologieën naast elkaar draaien. Wij doen fiber channel over ethernet daar over 10 gig. Dus we krijgen gewoon 10 gig bandbreedte voor fiber channel. En we doen over het algemeen over dit soort kabels. En waarom doen we nou dit soort kabels? Dit is twinax. En diegenen die nog uit de tijd komen dat er nog IBM mainframe was. Dat is inderdaad een technologie van IBM. Die is vrij. Dus dat gebruiken we. En hier zitten eigenlijk al... Komt iemand binnen? Hier zitten in feite al de SFP-modules aan vast. En dit is relatief goedkoop vergeleken bij een losse SFP-module. Glas ertussen en nog een SFP-module. Je kunt ongeveer 10 tot 12 kabels kopen, zeg maar, van deze. Voor dezelfde dat je één keer een paar met van die SFP's hebt en glas ertussen. Dus om even aan te geven dat we daarvoor gekozen hebben. Dit gaat op 10 meter. En de technologie die we hier zo gebruiken, hier overheen, intern, is datacenter bridging of datacenter ethernet. Geef het een naam. Het grote verschil eigenlijk met normaal ethernet is, ik weet niet of jullie het verschil weten, maar je hebt twee typen ethernet technologieën eigenlijk. Je hebt de standaard lossy ethernet. Je koopt een switch bij de Micon en je stopt daar een kabel in en jouw machine stopt dus jouw adapter die je in je pc hebt zitten, die stopt daar een frame over die kabel heen. En het interesseert hem eigenlijk niet, op dat lage niveau interesseert het niet of die aankomt. Dan worden de hogere lagen in je OSI-model geregeld. Ja, de retransmits en dat soort dingen. Retransmits op 10 gig zijn killing. Dat wil zeggen dat uiteindelijk gaat de performance dus echt gewoon naar beneden. Dus je haalt de maximale bandbreedte van 10 gig niet. Als je nou gaat kijken naar datacenter ethernet, datacenter bridging technologie, dan werken we met zogenaamde queues. Dus we spreken aan het begin en aan het einde spreken we af. Nou, laten we queue maar eens 64 maken. Aan de andere kant ook. En ze komen in volgorde aan. Mist die nou eens zo'n frame, dan is de hele link slecht. Klinkt misschien heel drastisch, maar dat is wel de manier om tot ongeveer 98% van die verbinding te gaan. Dus wij kunnen dus bijna de 10 gig halen met een 10 gig link met datacenter bridging. Dus het is een redelijk robuuste technologie om te gebruiken. Nou, even terug naar mijn verhaal hier. Ik ga uiteindelijk dus zo'n service profiel template maken. En zo'n service profiel template wil ik bijvoorbeeld koppelen alvast aan een fysieke serverpool. Dus ik heb een stapel met servers, misschien heb ik een stapeltje met leads, of ik heb een stapel met direct mount servers. En ik kan letterlijk inderdaad in die pool, die kunnen ook overlappend zijn, kan ik zeggen, ik wil chassis 1 en 2 en 3 wil ik gewoon allemaal in één pool hebben, of alleen de eerste 4 servers uit chassis 1 en de eerste 4 uit chassis 2. Die koppel ik aan mijn serviceprofiel. Waarom doe ik dat? Als ik van dit template werkelijke
serviceprofielen gaat uitrollen, dan pakt hij automatisch al uit die serverpool pakt hij een server en dan die koppelt hij daaraan vast. Die is dus ook nergens anders meer voor te gebruiken op dat moment, die is al gekoppeld. Nou, worldwide node names en interessant. Elke keer als je een machine boot, als je tegenwoordig, dat kun je zelfs met je eigen laptop zien, zeg maar, in de BIOS komt er altijd ergens wel zo'n UUID-nummer voorbij. Dat is meestal hardware gegenereerd, het is niet te wijzigen. Wij kunnen daar pools van maken. En waarom is dat nou weer interessant? Nou, we kunnen het gewoon door. Als ik nou zo'n server heb en ik stop hier een serviceprofiel op en die heeft een UUID en dat is zo'n heel erg lang nummer. En dan zet ik daar ergens mijn favoriete getal tussen, 13. En wat gebeurt er dan? Als dit ding voor het eerste keer wil gaan booten, kan ik bij wijze van spreken zeggen, hij moet van het netwerk booten. Dus dan wil hij een netwerkboot gaan starten en dan geeft hij zijn UUID mee. En dan kan ik mijn deployment mechanisme op af laten vuren, dat als daar een 13 staat, moet hij Red Hat Enterprise Linux gaan installeren. Dus ik kan daar al bepalen wat er uiteindelijk op terecht komt. Dit is wat Cisco IT ook inderdaad doet. Wij hebben verschillende profielen voor zo'n beetje alles wat er maar moet draaien. En dan heb ik het over fysieke images die uiteindelijk op zo'n machine terechtkomen. Maar wij kunnen daar in feite, door dit te beïnvloeden, kunnen we bepalen wat voor server dat wordt. Dus ik kan een UUID pool maken voor mijn Red Hat Enterprise Linux. Ik kan een UUID pool maken voor, ik noem maar wat, voor mijn compute nodes. Voor OpenStack. Voor mijn control nodes. Voor storage nodes. Ik kan daar andere definities voor maken en ik kan er automatisch voor zorgen dat het op die manier uitgerold wordt. Dit is allemaal nog hardware management, dit is allemaal nog hierin. Nou, mijn boot policy, want ik wil uiteraard kunnen bepalen van wat is de volgorde waarin die moet booten. Wat je normaal in de BIOS doet, zo van nou, hij moet eerst wel van de lokale CD-ROM booten, daarna moet hij eens een keer het netwerk gaan proberen, en daarna moet hij eens een keer zijn lokale disk. Of eerst inderdaad iSCSI of iets anders, en dan daarna inderdaad een lokale disk. Power control policy wordt hier niet heel erg veel gebruikt in Europa, maar het komt eigenlijk uit het feit dat in de jaren 90, misschien is dat begin 2000, was dat een heel groot probleem in Amerika. Californië was heel veel stroomtekort. En toen heeft Intel een keer gezegd, wij willen eigenlijk onze snelheid van de CPU's kunnen gaan cappen. Die willen we kunnen gaan afbreken bij een bepaalde wattage. En dat kun je instellen, dus elke vendor heeft dat wel en bij elke vendor moet dat in de BIOS. Moet je dat aanpassen en moet je zeggen, je hebt een 130 watt CPU, maar je mag inderdaad maar 100 watt of zo voor de CPU. Dat geldt bij ons ook, alleen wij kunnen dat centraal aanpassen. En dat geldt inderdaad voor onze datacenters in San Jose wel. Die draaien soms, afhankelijk van de maand, draaien die in een power capping mode, omdat dan in één keer de stroom duurder is. En inderdaad mijn belangrijke voorbeeld van de net en mijn firmware policy. Ik kan die mee verhuizen. Mijn BIOS policy, mijn settings. Mijn Red Hat Enterprise Linux settings kunnen anders zijn dan die van ESX. Die kunnen anders zijn dan die van HPV. Die kunnen anders zijn dan mijn Windows installaties. Belangrijk voorbeeld daarvan is een tijdje terug omgeving, gemiste omgeving. Het was ook Cisco IT. Veel Linux. Een paar HPV machines. En nog een batterij met ESX servers. Er was een bug ontdekt, waardoor in sommige situaties die ESX geen reboot. Dat is heel vervelend. Maar ik hoef niet meteen al die servers langs, ik hoef alleen maar mijn BIOS policy specifiek voor mijn ESX aan te passen. En dan moet er nog wel één keer gereboot worden, want dat is wel een BIOS setting. Maar uiteindelijk is dat inderdaad op die manier allemaal geregeld. En mijn adapter policy, daar kun je nog wijzigingen in aanbrengen met queues en dat soort zaken. Nou, en uiteindelijk kan ik daar x keer aan serviceprofielen van laten uitrollen. Nou, om nou ook even aan te geven dat het aan onze kant, dat we zo flexibel zijn dat we dat ook, hè, we kunnen dat koppelen aan hardware. Maar ik kan er ook een aantal van maken waar ik nog of helemaal geen service van heb. Ik kan voorbereidingen maken. Dus we hoeven niet per se aan een fysiek stuk hardware gekoppeld te zijn. Voor ons lab is daar, wat we hebben, is dat heel interessant, want wij hebben een beperkte hoeveelheid hardware die ik deel met mijn collega's. En dan kan een collega van mij, die kan met iets aan het testen zijn en die heeft het een en ander geïnstalleerd. En dan zeg ik, nou, wanneer mag ik? Nou, volgende week ben jij wel aan de buurt. Dan haal ik al zijn serviceprofielen eraf en dan zet ik die van mij erop. Dan moet hij wel zorgen dat hij weer opnieuw dat hij erbij kan. Dus die machines die moeten wel van een centraal netwerk booten ergens.
van je storage array of iets dergelijks, want ik wipe dus wel de disks. En het belangrijkste eigenlijk aan deze technologie voor ons is dat we de mogelijkheid krijgen om heel snel te kunnen wisselen en dat we inderdaad de flexibiliteit hebben om het centraal te regelen. Nou, nog even een opmerking over WebEx en waarom ze OpenStack. Hij staat een beetje raar, deze slide in volgorde. Maar voor ons was de voornaamste reden om OpenStack daar te gaan gebruiken, is dat we niet meer konden schalen. Wij liepen tegen beperkingen aan van de management software die we hadden en de oplossingen die we hadden op dat moment. En we konden eigenlijk met het gebruik van OpenStack bijna oneindig schalen. En dat doen we dus ook. Nou, heb ik nog tijd? Op 12. Oh, helemaal goed. Zo 5 minuten doen of ik gelijk door? Ik wil of gelijk door of moet jullie even 5 minuten pauze? 5 minuten pauze. Ja? Ah, ik praat nog even. Ja. Nou, doe maar 5 minuten dan. Ja, ja, precies.